Dit is Lex van Tevelen, lector aan de HU met als specialisme MKB-financiering, goed bestuur en bedrijfsopvolging. Met praktijkgericht onderzoek en onderwijs dragen hij en zijn team bij aan de financiering en groei van het MKB. Financiële stromen zijn machtiger dan alle social media bij elkaar. Want als je geen financiering kunt krijgen als ondernemer, kan je je bedrijf niet uitbreiden of je kunt niet voorfinancieren. Wij kijken hoe we de toegang tot financiering voor ondernemers kunnen verbeteren. En de kost gaat altijd voor de baat uit, dus er is bijna altijd financiering nodig om funderingen en innovaties te kunnen doen. De steun van de Europese Centrale Bank komt vooral terecht bij grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, die nu nog goedkoper aan heel veel geld kunnen komen. En het komt nauwelijks terecht bij het midden- en kleinbedrijf. De HU-lector juicht de opkomst van alternatieve kredietverschaffers zoals Credit dan ook toe. Hij ontmoet commercieel directeur André Dolsma. Credits is een stichting zonder winstoogmerk in microfinanciering. André, hoe komt het dat zoveel ondernemers worden afgewezen bij een bank? Als ik ernaar kijk, heeft het heel erg te maken dat heel veel partijen in die financiële wereld niet echt luisteren naar die klant. Je moet je voorstellen, heel veel ondernemers, of het nou een bloemist is of iemand in de bouw of wat dan ook, zijn vakmensen. En die zijn niet zo goed om een goed plan te maken of die cijfers helemaal goed uit te kunnen leggen aan een financier. Dus het verschil is wat wij doen. We gaan gewoon met iedereen in gesprek. We horen de passie van die ondernemer. En op basis daarvan kom je veel verder dan alleen die cijfers. Wij hebben al zo een aantal keren onderzoek gedaan bij Credits. Een van de uitkomsten was dat jullie soms meer krediet verstrekken dan wordt aangevraagd. Ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe kan dat? Ik zeg altijd maar, doe het liever in één keer goed dan half en over een half jaar weer. En daarom zie je vaak dat de uiteindelijke verstrekking meer kan zijn dan de initiële aanvraag. Dat klopt. Van de 3 euro die Nederland verdient, worden er 2 in het MKB verdiend. Van de 4 mensen die werken in Nederland, werken er 3 bij het MKB. Dus als je het MKB afknijpt en zorgt dat ze geen financiering meer kunnen krijgen, dan gaat de werkgelegenheid verloren en gaat ons verdiend vermogen achteruit. Lex bezoekt ook het nieuwsplatform TMI Academy. Ze geven lessen mediawijsheid aan scholieren. Ze behandelen thema's als fake news, cyberpesten en social media. Michiel, jij bent gegroeid van 0 naar 20 medewerkers. Hoe heb je dat gedaan? Eigenlijk door een heel goed initiatief van de HU, namelijk Students Inc. Daar hebben wij mooie werkruimte gekregen, waar we 3 jaar lang eigenlijk zonder kosten konden leren, konden spelen. En daarmee hebben wij die professionaliseringsslag kunnen maken. Met investeerders kunnen praten, met fondsen kunnen praten. Heel veel afgewezen, maar uiteindelijk een financiering op kunnen halen om nu met 20 mensen alle jongeren in Nederland digitaal geletterd te krijgen. Het MKB is de stuwende kracht voor innovaties in Nederland. Alleen in Utrecht hebben we al 200 tech-starters die heel veel nieuwe technologie introduceren om gezondheidszorg, onderwijs, maar ook bedrijfsleven slimmer en technologisch op naar een hoger niveau te brengen. Door de coronacrisis is er nu extra aandacht voor zelfstandige en kleinere bedrijven. De HU heeft hart voor de groei en financiering van het MKB en helpt ondernemers bij de uitdagingen waarvoor ze nu en in de toekomst staan.